Je bent een blijft de strijder, je bent een blijft de strijder, je bent een blijft de strijder. Je bent een blijft de strijder. Nou, ik zei hier naast John. Ja, je had me gebeld of ik met je mee kon gaan. Ja, het is nou vandaag drie maanden geleden dat mijn vader overleden is. En we wou toch aan de mensen laten zien dat er toch genoeg mensen aan denken. Die het netjes bijhouden en die het schoonhouden. En dat er toch best wel veel mensen komen kijken bij hem. Ja, en in het begin stond er bijna niks. En nu is het al bijna helemaal aangekleed. Ja, we nemen gewoon elke week neer. Ik kom zeker soms twee keer, soms drie keer in de week hier naartoe. We nemen gewoon elke week wat mee. Om met elkaar leggen geld bij elkaar of ik haal het zelf. En dan zorgen we gewoon dat het netjes erbij houden. Want hij mag niet vergeten worden natuurlijk, toch? Nee, inderdaad. Zeker weten niet. En ik zou zeggen, het ziet er echt het zit er mooi bij. Ja, zeker. Ik ben er trots op dat er ook mensen netjes bijhouden. En dat ze gewoon, gewoon nog aan hem denken. En dan moet het zo blijven voorlopig. Want ook al is hij er niet meer, maar alles gaat natuurlijk verder. We zijn met veel dingen bezig, maar het houdt gewoon aflopen op de achtergrond. Zijn beste nog even. Want hoe het nu loopt met sommige mensen, het schiet niet op. Nee. We spreken elkaar natuurlijk heel vaak daarover. En ja, het werkt af en toe niet mee. En die kleine, die is weer wakker. Hey, maar er stond eerst een bord, nu twee mooie tegels. Hoe zit dat verhaal erachter? Dat is hier een regel dat het niet hoger mag dan 1 meter. Maar het bord was aardig hoog natuurlijk, hebben jullie zelf gezien. En toen heb ik gewoon bedacht van ik haal maar die tegels om. Want eigenlijk was het de bedoeling door mijn vader in een graf kwam met allemaal mensen. Want natuurlijk zoveel mensen komen en zoveel bloemen. Ze waren ze bang dat alles kapot werd getrapt. Als mensen bij hem zouden komen bloemetje leggen, hebben ze besloten om hem een graf alleen te geven. Dus ik heb besloten om het bord weg te halen en twee van die tegels te laten maken. Maar het is voor tijdelijk. Ik ben nog van plan om een steen te laten maken. Maar ik wil eerst even de begrafeniskosten netjes aflossen. Want er zijn een paar mensen die hebben dingen beloofd en die komen niet na. Ja, en dus doen we het zelf maar dan, hè? Ja, inderdaad. Het is jammer dat ze laten afweten daarover. En je was een tijdje geleden was je ook bij mij. En toen, over de DVD, over de allereerste documentaire. Leg het een beetje uit voor de mensen. Ja, we hadden die DVD die van mijn vader is gemaakt in 2005. Die hebben we opnieuw gekopieerd. Toen heeft Edge een nieuwe voorgrondhoefje van gemaakt. Nou, inmiddels zijn er 10 van verkocht. En er is nog vraag naar. En ik zit zo aan gaan denken van beelden die niet getoond zijn. Die nog altijd opgenomen zijn, die Edge in zijn bezit heb. En nog een paar mensen om dat gewoon op DVD te zetten. En dat ik en Edge de vertaling gaan doen. En dat gewoon uit te brengen voor het liefhebbers. En de trui en de t-shirts gaan natuurlijk nog gewoon door. Die kunnen ze gewoon door blijven bestellen. Oké, dat is mooi. Dus eigenlijk wil je ermee zeggen een soort documentaire deel 2? Ja, gewoon deel 2 met nieuwe beelden erbij en gewoon oude beelden ertussendoor. En dat het gewoon nog doorgaat, want het blijft gewoon natuurlijk doorgaan. Edje is natuurlijk op Facebook actief. Dus we gaan daar gewoon doorgaan. Nou, ik zou zeggen nog steeds sterkte. En fijn dat we er weer bij waren. En spreken we dan als het een half jaar later is. Oké, stop. Je bent een blijft strijden. Johnny, deze is voor jou. Je bent er blijft te strijden. Ook al stond de pijn, je niks kan jou eronder krijgen. Met beide vuisten sla je terug en zal je doorbijten. Zonder weg te stoppen en de ziekte te vermijden. Zelfs al doet het ons verdriet om je te moeten zien lijden. Stop jij niet en hou je moed dat ons weer doet begrijpen. Dat je niet zo snel uit het veld te slaan bent, begrijp je? De Haagse hooligan die zich niet snel laat bedreigen. Door wie, waar of wat dan ook, jij zal je doel bereiken. Ook al moet je de hele wereld op een hockeystok krijgen. En schoppen door het binnenhof de Tweede Kamer treiteren. Dan moeten ze maar wijken, want het doet er niet toe hoe jij bent en blijft te strijden. Jij bent er natuurlijk ook bij. Want zonder jou erbij is het is niet compleet het plaatje. Nee, er moet natuurlijk altijd nog gebloot worden. Dat doen we altijd, hè. Dat deed ik altijd met die ouwe. Dus, het is mooi zo. Ja, niet dat hij hier ligt, maar toch. Die man stond voor iedereen klaar. Alleen, af en toe denk ik, waar zijn die mensen gebleven? Ja, toch? Hoezo? Wat bedoel je? Nou ja, je ziet, er komen weinig mensen. Je hoort van sommigen weinig. Nou ja, je bent net geweest, waar zijn het? Mensen uit Sittard, uit Dordrecht, weet je. Maar die echt, die ik vaak zag, die zie ik nou niet meer. Ja, dat is een beetje zonde, een beetje tegenvallen is dat. Dat is zeker een tegenvallen. Nou ja, ik vind het, hij stond, weet je,
voor iedereen klaar. En dan, ja, het zijn gewoon de kleine dingen, weet je. Maar ja, ieder doet het op zijn manier. Maar ja, het blijft rot. Ja. Dus, en teleurstellend, laat ik het zo zeggen. Dus, en ja, er allerlei verhaaltjes, maar ja, daar wil ik eigenlijk niet op ingaan. Want het zijn allemaal maar lulverhalen. Ja, hoe ze erbij komen, ik weet het niet. Ja, positief of negatief? Nou, negatief. Maar ja, positief weinig. Negatief verhalen in de zin van jaloezie misschien? Dat zou ik niet weten. Ik weet niet waar ze het vandaan halen. Het is ongelooflijk. Dus, maar ja, eigenlijk wil ik er niet te ver op doorgaan. Maar het is ook zonde, weet je. Want als er één eerlijk was, was het die oude. Snap je? Die verzon nooit verhalen. Nee. Het is in principe, weet je, die verhalen die er rondgaan zijn gewoon gevaarlijke verhaaltjes. Je kan in problemen mee komen. Ik heb mensen gevraagd om... Gevaarlijk nogal? Ja, ik heb mensen gevraagd om te doneren voor mijn vader. Omdat we het in 2 dagen hebben gedaan, die afscheid om te bekostigen. Dan doe je dat voor mensen die iedereen afscheid kan nemen normaal. En dan wordt er puntje bij paaltje gezegd dat het geld wordt verdwenen, het geld verdwijnt van vaders begrafenis, dat het verdwijnt. Nou, ik heb die rekening online gezet, jullie hebben het gezien. Ja, was erbij met Aterpost, met de regelingen, alles wat er is gedaan. Ja. Hoeveel geld er is gedaan, hoeveel geld er is gebracht. Dus ik snap niet waar mensen het vandaan halen dat ik dat wij geld achterover druk van mijn vader. Ja, nee. Daar mijn vader klaar van staat en waar hij nou niks meer van hoort. In principe moeten die mensen gewoon hun eigen schamen. Dat hun geen euro bijdragen terwijl ze bij mijn vader elke dag de koffie op zaten, zij op zijn wiet op zaten te roken. En dat vind ik gewoon schande. Ja, dat is een beetje vieze tegenvaller, is dat? Zo vieze tegenvaller. Kijk, het maakt mij niet uit. Het is mijn vader. Ik betaal die kosten gewoon, dat maakt niet uit. Maar ga dan niet lopen beschuldigen van jullie hebben geld achterover gedrukt of wat dan ook. Dan moet je gewoon in mijn gezicht komen zeggen en niet via dingen op Facebook om. En daarom is ook de reden dat ik die rekening online heb gezet. En ik heb berichten op gehad van mensen van ja, je moet niet doen. Je hoeft je eigenlijk niet te bewijzen, maar ik ben gewoon eerlijk. Het geld gaat daarheen. Ik betaal het zelf elke maand gewoon zelf mijn bedrag aan Aterpost. En niemand die daarbij staat of wat dan ook. En er zijn een handjevol mensen die sponsoren, die misschien net een half jaar contact hebben met mijn vader. Dus die mensen, ja, die mensen, daar ben ik gewoon trots op, weet je, dat die het gewoon doen. Ja, dat hun het wel doen en eigenlijk de vaste kring niet. De vaste kring die het niet doet of die bij hem kwamen en die alles op zaten roken, op zaten vreten, daar zal men zeggen, op zo'n manier zou het zeggen. En die niks overmaken, die moet gewoon de mond houden, gewoon schamen. En gewoon lekker niemand die Facebookpagina kijken en gewoon lekker verder gaan met hun eigen leven. En vooral dan niet lid weer worden van een club, weet je. Want vanaf nu komt er een eerlijke club. Met allemaal eerlijke mensen. Ja, toch? Ja, dat is inderdaad het belangrijkste. Over die club. Ik hoorde sponsor iets. Wat hoorde ik nou vallen? Waarschijnlijk. Ja, hij heeft het goede Ik ben vanmorgen gebeld door Canna. Toen ik mijn vader die crowshop had, was Canna de hoofdleverancier. Die kan wat spullen brengen en zo. En die man heeft gezegd, we gaan dat ere voor je vader nog een jas laten maken, een Canna-jas. Er zijn nog een paar en daar worden ze niet meer gemaakt. En die man hebben altijd van die leuke, ja, leuke hebben dingetjes voor in de zomer en al die dingen. Dus ja, als dat dadelijk aan de hand is en voeding. En als dat aan de hand is dadelijk, kunnen we gewoon in de zomer gewoon alles door laten draaien voor mijn vader wat hij wou, waar hij voor stond. Dat het gewoon door gaat lopen. Ja, want Bakker wil niet meer sponsoren. Nee, met Bakker sowieso ben ik klaar. En meneer Rutger uit Tilburg, omstreeks ben ik ook klaar. Als jullie niks meer laten horen, is het gewoon over. Oké. Nou ja jongens, we blijven jullie volgen. En er komt iemand, wat zei je nou hè? Er komt iemand het verhaaltje uitblazen.